Wij zijn de ontwikkelaar van dit gebouw. We hebben het gebouw ruim een jaar geleden, anderhalf jaar geleden, gekocht van de gemeente. En wij gaan hier nu appartementen ontwikkelen in het oude stadhuis, wat nu het stadshuis gaat heten. Stadshuis, dat lijkt een beetje op plagiaat. Hè? Nou, het leek ons een mooie woordspeling. Ja, ja. Het refereert nog een beetje naar de oude functie. En het moet echt een huis worden voor de mensen midden in de stad. Dus het mooie stadshuis, het leek ons heel toepasselijk. Met een parkeergarage mooi dichtbij. Klopt, alle voorzieningen dichtbij. De bibliotheek dichtbij. Parkeervoorzieningen, alle centrumvoorzieningen. Dus een ideale plek. Ik heb begrepen dat het monument ook blijft. Dat klopt. De plannen moeten nog definitief worden. Maar zoals het er nu voor staat, gaan we het wel een andere plek geven. Maar wel aan die kant van het stadhuis. Hoeveel appartementen worden dat in totaal? 92. En hoeveel daarvan is verkoop en hoeveel huur? Wij denken nu aan 26 woningen in de huur en de rest is koop. En de huur zijn allemaal vrije sectorhuur. En hoeveel procent moet er verkocht zijn voor u begint te bouwen? Nou, wij willen ongeveer de helft van het aantal woningen verkocht hebben. CQ aan de belegger verkocht hebben. Dus als wij naast de 26 woningen nog ongeveer 20 woningen verkocht hebben, dan gaan wij het besluit nemen om te starten met de bouw. En dan gaan wij ervan uit dat de rest van de woningen of al wel verkocht is voor oplevering, want we gaan anderhalf jaar bouwen. Maar dat is voor ons voldoende om het risico te nemen om te gaan starten met de bouw. Die appartementen, hoe groot zijn die? Dat varieert. Zeg maar, de kleinste appartementen zitten zo rond de 65, 70 vierkante meter. En de grootste appartementen zo rond de 100. En daar zitten ook allerlei variaties tussen. En penthouse? Ja, penthouse. Die zullen nog ietsje groter worden. Maar, dus er zit een brede variatie in woningen. Nu, verwacht u nog problemen met bijvoorbeeld de asbestsanering? Dat hebben we allemaal geïnventariseerd. Toen we het pand kochten, hebben we het helemaal onderzocht. Er zit hier inderdaad asbest in, maar dat gaan we allemaal verwijderen. Dus dat zit in het hele sloopplan. We gaan het gebouw strippen en dan gaan we het bestaande casco gebruiken. En dan wordt alle asbest wordt verwijderd. Nou, ik heb er wel vertrouwen in. De zaal was goed gevuld en dit is de eerste keer dat we ons gemeld hebben. En ik ben heel blij met de belangstelling. Dus ja, we hebben wel vertrouwen in dat we hier snel aan het bouwen gaan. Marloes Bussing, jij wordt genoemd als een van de initiatiefnemers voor het damesteam bij de Big Bulls. Hoe bijzonder is het dat de Big Bulls dames heeft? Ja, het is inmiddels alweer 40 jaar geleden, of inmiddels 30 jaar geleden dat de Big Bulls een damesteam hebben gehad. Dus het is voor nu wel weer heel bijzonder dat we het eindelijk weer zover hebben dat we genoeg dames hebben om volgend jaar competitie mee te kunnen spelen. Is het bijzonder dat een club uit het oosten van Nederland een damesteam heeft? Er zijn nog wel twee teams in de buurt. Dan moet je denken aan Deventer en Zwolle. En Enschede en Hengelo zijn ook bezig om een team op te zetten. Maar vooral voor echte damescompetitie moet je meer in het westen en in het zuiden van het land zijn. Dus dat is een eindje uit de buurt. Dan moet je op een gegeven moment de dames bij elkaar krijgen. Hoe is dat gegaan? Nou, eigenlijk hebben we nu gewoon één groot vriendenteam. Iedereen die in het team zit, neemt weer een vriendin mee. Of we gaan gewoon met z'n allen stappen en dan haakt er altijd weer iemand aan bij het team. Dus eigenlijk is het gewoon één groot vriendenteam geworden inmiddels. Rugby staat bekend als een sport die fysiek ruw is. Hoe reageren de dames daarop? Ja, heel vaak zijn mensen in het begin een beetje bang. Maar als je eenmaal door hebt hoe je moet tackelen en hoe je moet vallen, dan valt het eigenlijk altijd weer reuze mee. Betekent dus wel dat je een bepaalde techniek moet aan laten meten? Ja, eigenlijk is het soms ook wel een beetje gewoon lomp en onbenullig en gewoon gaan. En niet te veel nadenken, maar soms moet je gewoon doen. Je krijgt gewoon 22 vriendinnen erbij. We gaan regelmatig met z'n allen stappen of wijntjes of biertjes drinken. En iedereen kan goed met elkaar overweg. Wijntjes en biertjes zijn niet goed voor de conditie natuurlijk. Nee, dat klopt. Maar daarvoor trainen we elke dinsdag en vrijdag. Femke, jij bent de trainster van de Big Bulls dames uit Almelo. Hoe moeilijk is dat? Of hoe makkelijk is dat? Nou, het is eigenlijk heel makkelijk. Ik had natuurlijk in het begin wel verwacht. Iedereen is onervaren. Niemand weet eigenlijk nog heel goed wat ze doen. Had ik verwacht dat het veel moeilijker zou zijn. Maar het verbaast me eigenlijk dat iedereen heel goed luistert. En dat iedereen heel positief is. En ik denk dat het daarom ook zo goed gaat nu al met 22 dames op het veld.
Begin je dan met een groep die onervaren is? Ja, wat natuurlijk zoals Marloes, die rugbyt al langer, haar zusje rugbyt al langer. Ik denk dat ik in totaal iets van 4, 5 meiden had die al wel vaker hebben gerugbyt. En de rest is echt allemaal nieuw. Dus dat is wel, was wel heel spannend. En je merkt ook in het begin dat je echt heel langzaam moet opbouwen, echt met de basis moet beginnen. En dat we nu echt wel naar de wedstrijden toe gaan bouwen en leven. Het allerbelangrijkste bij rugby is natuurlijk de bal naar achter toe gooien en de tackle. En dat gaan we daar zeker nog even laten zien natuurlijk. Ik hoor van Marloes dat zij ook al meer gespeeld heeft bij de mannen. Is dat een normale zaak? Ja, je merkt vooral inderdaad bij clubs die nog geen damesteam hebben, dat het best wel een redelijk normale zaak is. We hebben nu iets van 4 of 5 dames die regelmatig bij het tweede meespelen. Dat moedig ik ook alleen maar aan. Want ik merk als je met de heren meespeelt, word je een stuk harder ook in de wedstrijden met de dames. Hoe kom jij bij de Big Bulls terecht? Ik ben 10 jaar, bijna 10 jaar geleden ben ik begonnen met rugby in Deventer. Daar heb ik 6, 7 jaar heb ik daar ongeveer gespeeld. Toen ben ik naar Engeland verhuisd, heb ik op amateurniveau heb ik daar ook 1 seizoen nog gespeeld. Een beetje van de rugby afgestapt, in de horeca gaan werken. En toen kwam ik bij een vriendje uit Almelo. En die speelde hier bij de Big Bulls. En toen dacht ik, nou, die hebben nog geen team. Dus vandaar dat het zo een beetje is gaan lopen. Nou, we hebben in ieder geval allemaal een Facebookpagina. Dat is Dames Big Bulls. Die beheren we zelf. Dus als je daar een berichtje op stuurt, dan krijg je van onszelf reactie. En anders kan je naar de site van de Big Bulls gaan. En daar staat ook contactgegevens op. We staan bij de tentoonstelling van eindexamenleerlingen. Wat kunt u daarover zeggen? Dat is een tentoonstelling voor leerlingen die voor het keuzevak fotografie hebben gekozen. En dat zijn zowel leerlingen die bij ons binnen het profiel media, vormgeving en ICT zitten. Maar dit jaar konden ook andere leerlingen, dus die andere profielen volgen,
dit keuzevak kiezen. En dat leverde eigenlijk een groep van 26 leerlingen op die heel enthousiast hiermee bezig zijn gegaan. Wat kunt u zeggen over het niveau? Niveau denk ik voor deze leerlingen goed. De meeste hebben nog nooit een professionele camera vast gehad. Dus daar moet je aan het begin moet je daar natuurlijk echt mee leren werken. En dan is het aan ons om daarna ook het stukje kijken te leren en ze daarin mee te nemen. Goedenavond allemaal, fijn dat jullie allemaal gekomen zijn. Ik mag dan de officiële opening doen van onze allereerste expositie. Waar we apen trots op zijn dat onze leerlingen zo'n mooi fotomateriaal hebben vervaardigd. Jullie hebben allemaal een kaartje gekregen bij de ingang. En we zouden het hartstikke tof vinden als jullie je favoriete foto door middel van hier een kleur op te geven willen kenbaar maken. En dan kunnen we zowel de juryprijs van de vakjury als de publieksprijs eind van de week kenbaar maken. Daar zijn we trots op. Hoe is jouw foto tot stand gekomen? Nou, ik zag een lantaarnpaal, heel simpel eigenlijk. En ik dacht, wat zou er gebeuren als ik een foto daarvan maakte? Wat zou er gebeuren met het licht? Maar het probleem was, het was een vrij hoge lantaarnpaal. Dus dan heb ik uiteindelijk op een muurtje heb ik een fiets neergezet die een vriend vastpakte. En dan ging ik op de fiets staan en dan heel erg uitstrekken. En zo uiteindelijk deze foto gemaakt. Er zijn foto's bij die, waarvan je het verhaal graag zou willen weten. Je kijkt naar iedere foto en dan wil je natuurlijk graag weten, ja, wat heeft iemand bewogen om die foto op die manier te maken. Ja, dus wij zijn eigenlijk gewoon gaan beoordelen van, goh, weet je, hoe ziet de foto, hoe is die technisch gemaakt, hoe is die creatief is die gemaakt. En compositie, licht, wat zien we daar? Heel abstract. Maar het blijft wel je ogen trekken, tenminste van ons als vakjury wel. De winnaar, er kan eigenlijk maar één de winnaar zijn. En ja, daar vinden we een foto, daar zit veel diepte in. Compositie is goed, lijnenspel is mooi. En qua techniek zit die ook gewoon erg goed in elkaar. Dus. We hebben met z'n drieën hebben we eigenlijk de foto bedacht. En Jori is de fotograaf daarvan. Ja, we vonden het wel gaaf dat zeg maar vanaf als je de elastiekjes vlak voor de camera zet, dat het dan eigenlijk wazig wordt. En wanneer je hem verder afdoet, de elastiekjes minder wazig worden. Ik begrijp dat je met z'n drieën moet delen, dus dan blijft er voor iedereen net genoeg over. Alsjeblieft, nee, gefeliciteerd. Ja, een opening als een warm bad viel de initiatiefneemster van Vrijplaats Mens door Mens, Chantal Soepoer, in de Hagedoorn ten deel. Wethouder Alex Langeheer sprak woorden van waardering en bewondering, evenals Jan Adema van de Club Twente en Eta Mulder van Die Mensen. Maar de odes van Willem Gunneman, ambassadeur van de club, raakten het hart. Kijk, daar zit je dan, Chantal. Het is je dag. En door alle tranen heen zie ik de lach. Want het draait om de kracht in alles wat je doet. En als je dat van binnenuit beseft, komt alles goed. Je woonde aan de Tuinstraat. Had je dan en je had geen idee. Ja, onze vrijplaats richt zich op de ondersteuning bij herstel. Wij richten ons op persoonlijk herstel en maatschappelijk herstel. En dat doen we op verschillende manieren. Aan de ene kant zoeken wij de diepgang op door cursussen aan te bieden en wat diepgaande gesprekken aan te gaan, lezingen te geven en workshops te geven met bepaalde thema's. En aan de andere kant blijven we een beetje aan de oppervlak door creatief bezig te zijn. Mensen kunnen hier met naaimachines aan de slag, mensen kunnen mozaïeken, mensen kunnen zelf hun inbreng geven, inbrengen om te kijken wat ze willen doen. Dan kunnen we daarin een stukje faciliteren. En als ze nou zin hebben en nergens zin aan hebben?
Dat mag, dat kan. Sommige mensen komen binnen, die hebben een slechte nacht of een slechte week gehad en die gaan zitten en die drinken een bak koffie en dat kan. Dat is een onderdeel van herstel. Je bent hier niet verplicht om ergens mee bezig te zijn. Soms is even contact, even de deur uit te zijn, even een bak koffie voldoende om eventjes de dag door te komen. Feitelijk gezien is iedereen welkom. En in de basis kunnen wij ondersteuning bieden bij mensen met een psychische kwetsbaarheid of verslaving, verslavingsproblematiek. Mensen die aanlopen tegen ontwrichting of die te kampen hebben gehad met ontwrichting. Mensen die worstelen met levensvragen, hè, er gaat een preventieve werking van uit. Die zijn ook altijd welkom om eens een praatje te maken, om te kijken hoe andere mensen met bepaalde problemen van het leven omgaan. En daarnaast is iedereen welkom. Dankjewel. De Friese Veenseweg deed mee aan de door de provincie georganiseerde wedstrijd De Groenste Straat van Overijssel. Wij zijn bij de 9 finalisten. We zijn hier in Nijverdal voor de jurering voor De Groenste Straat van Overijssel. En wij vertegenwoordigen natuurlijk Almelo. En eigenlijk hebben we al gewonnen, want de buurt is bij elkaar, we praten met elkaar. We hebben wel geen fortuintjes, maar we gaan voor de volle 20.000 euro natuurlijk. En waarom, wat willen we? Een groene straat, een veilige straat, meer diversiteit, meer bijen, meer bloemen. En er mogen best wat bankjes in de straat staan, want het is nu een kale bedoeling. Het groenste straatje van Overijssel zijn jullie niet geworden, maar... In onze ogen zijn we wel bezig om het groenste straatje van Almelo te worden. En hoe is dat allemaal zo gekomen dan? Nou ja, wij hebben deze straat met NL Doet, zou ik zeggen, nou ja, leuker gemaakt. Aangezien wij eerst alleen maar tegels hadden en het was gewoon best wel gevaarlijk op deze straat. Zeiden wij van, we gaan met elkaar de handen uit de mouwen steken. En eigenlijk is die dag zo goed verlopen dat we hadden besloten om ons op te geven voor een wedstrijd. Om het groenste straatje van Overijssel te worden. En uiteindelijk zijn we bij de laatste 9 terechtgekomen. Maar helaas hebben wij net niet gewonnen. Toch is dit wel het begin van iets moois in Almelo, hè? Nou ja, zeker. We willen ook zeker graag doorgaan. En dat maakt ook wel dat we nu ook met gemeente et cetera aan het praten zijn. Om toch onze wensen te kunnen realiseren. Want we hebben echt een heel leuke opzet gemaakt. Er is sociale interactie onderling is er ontstaan. We merken gewoon dat mensen heel erg positief erop reageren. En dat we zeggen van we willen gewoon graag doorgaan. Want ja, jullie zitten hier vlakbij Eugeria, het Meulenbelt. Hè? En daar komen ook mensen hier naartoe. Nou ja, zeker. En we hebben hier zo verderop een buurtsupermarkt zitten. Dus veel oudere mensen lopen hier langs voor hun dagelijkse boodschappen. Maar ik denk voornamelijk wel gewoon voor hun dagelijkse praatje. Nu is de stoep heel erg breed, wat op zich heel mooi is. Maar dat maakt ook wel dat veel auto's hier gaan parkeren en fietsers. Nou ja, en dat maakt wel dat het soms gewoon gevaarlijker is. En ik denk, als wij gewoon wat geld krijgen, dat we door middel van bloembakken hier het wel wat veiliger kunnen maken. Zeg, hoor ik hier ergens ook een beetje zo tussendoor zweven een uitdaging? Nou ja, zeker. Ik denk dat wij zijn nu bezig in Almelo, maar ik denk dat veel meer mensen Almelo heel groen kunnen maken. Dus wie gaat de uitdaging met ons aan? Jullie zijn het eerste groene straatje, laten we zo zeggen, hè? Nou ja, zeker. En ik hoop dat er velen met ons volgen. En het is misschien wel leuk om te benoemen. Kijk, het zou heel prettig zijn als de gemeente misschien geld geeft. Maar het zou ook heel leuk zijn als we mensen planten doneren. Jacob Dogger, we staan hier bij een prachtig mooi oud huisje. Wat wilt u dat daarmee gebeurt? Wij willen dit huisje hier graag weg hebben, omdat we hier nieuwbouw willen plegen. Met 4 of 5 appartementen waar wat oudere mensen in kunnen wonen. Dat ze gezelligheid aan elkaar hebben. Maar dit huisje is onder monumentenzorg en dat mag zomaar niet weg. We hebben overleg gehad met de gemeente Almelo en de gemeente Twenterand. En die zijn het erover eens dat dit huisje wel weg mag. Op voorwaarde dat het wordt herbouwd in het Veemuseum. Ja, dat vinden we een heel mooi plan. Alles is rond. Maar de financiën, dat is nog een moeilijk programma. Dus we moeten nou fondsen werven om dat huisje te kunnen verplaatsen. We hebben een offerte binnen en dan zit je toch zo aan 200.000 euro om dat huisje van hier naar daar te verplaatsen. En dan hopen we dat we er wat leerling timmerlui krijgen die de kozijnen wat op kunnen knappen. Dat ze dat als een leerlingenproject kunnen gebruiken
om zo ook wat geld te kunnen sparen en dat de jongens er weer wat van kunnen leren. We hebben met het Veemuseum overleg gehad en het Veemuseum heeft in Melbourne staan met collecten. Dus het geld dat daar binnenkomt hebben ze heel hard zelf nodig. En het Veemuseum heeft heel veel vrijwilligers, daar zijn ze ook heel blij mee. Maar die kunnen niet het huisje er eventjes bij hebben van, oh, daar knappen wij wel even op. Er zijn ook allemaal 60-plussers, gepensioneerde mensen die daar als vrijwilliger werken. Ook vakmensen, niks mis mee, maar die hebben geen tijd om ook dit project er nog eens bij op te pakken. Dus ja, maar het is iets te groot project, hè. Het moet echt een beetje gespecialiseerde mensen zijn. En dat kost geld. Ja. Ik denk als daar staat en op termijn komt er onderhoud aan, dat Veemuseum dat onderhoud wel overneemt. Dan als het overgedragen is officieel, dan wordt het de zorg voor het Veemuseum. En dat vinden ze ook niet erg. Maar het zou een geweldige aanwinst zijn voor het Veemuseum. Vinden wij wel. Zo'n huisje van uit deze periode, een arbeiderswoning, uit de gemeente Frieseveen. Hè? Want toen Aardep was uiteraard gemeente Frieseveen. En dat is dat, ja, ik vind het een mooi huisje. Ook zo dat het gebouwd is met die stenen, de kleuren, klein. Het verhaal wat erachter zit, dat je met zo'n groot gezin in zo'n klein huisje kunt wonen. Ja, dat lijkt me prachtig om daar neer te zetten en dat verhaal ook door te vertellen aan de volgende generaties. Met hoeveel mensen woonde u hier? Ik had dus 6 broers en 3 zusters. Met mij hetzelfde bij 4 meisjes dus. En die hebben hier allemaal gewoond. Zoals nog een kostganger zo nu en dan? Ja, we hadden ook nog een kostganger. Een kennis vanuit Deventer. Die is hier een poos in kost geweest. Die sliep dan bij de jongens op de zolder. En dan hebben we ook nog een nichtje een poosje in huis gehad. En die sliep dan bij ons hierboven op die slaapkamer. En er stonden dan 2 tweepersoonsbedden en 1 persoonsbed. Nou, u hebt zelf gezien hoe groot als die kamer is of hoe klein. Je kon er nauwelijks nog bij in. Ja, ja, ja. Maar het was altijd gezellig. In dit pand uit 1909 woonde dichter Jacques Bloem in zijn jeugdjaren. Bloem was intelligent, maar toonde geen enkele werkdrift ten aanzien van zijn studie. Veel geld gaf hij uit aan boeken en later ook aan drank, waarbij hij zich in de schulden stak. Van Almelo had hij een diepe afkeer. Der gaten gatst, noemde hij het. Desondanks woonde hij er van 1915 tot 1920. Jacques Bloem beschouwt zijn jeugd als een verloren paradijs. In 1916 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Utrecht tot doctor in de rechtswetenschap. Zijn baan bij de gemeente Amsterdam en ook de volgende banen hield hij niet lang vol. Hij weigerde na de dood van zijn vader dienstburgemeesterspost te Hardenberg. Hij was liever dichter. In 1921 kwam zijn debuutbundel Het Verlangen uit. Bloem dichtte veel over de dood en andere grote levensvragen. De woning staat aan de Oud-Marsumse straat en is nog steeds een woonhuis.